Dat u alle gaan staan, dames en heren. Zij de majesteit de koning. Majesteit, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Heel erg fijn bij het Nationaal Monument Kamp Vught. U gaat dat officieel straks openen. In navolging van uw moeder, koningin Beatrix, in 1990. Die opende het eerste herinneringscentrum hier. En ook prins Bernhard in 2002. Die opende toen het hoofdgebouw. En we maken tot dat bijzondere moment kennis met een aantal mensen die op een of andere manier een verbintenis hebben, een link hebben met Nationaal Monument Kamp Vught. Jong en ook oud. En we horen hun verhalen allemaal. Kamp Vught op willekeur. Daar werd je vastgezet op basis van je religie, verzet of onverzettelijkheid, politieke overtuigingen, seksuele geaardheid. Beste gevangenen van Kamp Vught, ik ben u niet vergeten het welkomstwoord. U stond vanmorgen niet op en u stond eertijds niet op om een feestelijke bijeenkomst bij te wonen. U wist niet, u kwam met de voet, u kwam met de trein en u wist niet wat u te wachten zou staan. U onderging aan de lijve waartoe mensen in goede en in slechte zin in staat zijn. U maakte mee wat er gebeurt als een politiek systeem derailleert. U nam beslissingen in omstandigheden die wij ons vandaag niet voor kunnen stellen. Beslissingen waar wij ons vandaag afvragen, wat zouden wij beslist hebben onder die omstandigheden? Hoe moedig zouden wij zijn? Ik dank ook alle 100 vrijwilligers die hier met veel passie en inzet klaarstaan voor onze bezoekers. Ik dank Jeroen van den Einde en zijn medewerkers voor de tomeloze inzet en professionaliteit waarmee zij het totale project begeleid hebben. Het was een betoverjaar. We zijn klaar voor de toekomst. Om onze bezoekers, vooral onze jongeren, te laten herdenken en vooral te laten nadenken over toen en nu. 14 dagen nu ben ik in het kamp en ik heb in die korte tijd meer meegemaakt dan in al die jaren die eraan vooraf gingen. Vanochtend lag er sneeuw. De wandeling van onze barak naar de Philipsbarakken was heerlijk. Tussen de middag een groot sneeuwbalgevecht tussen de streepjurken en de streepjassen. Je wist allemaal weer even dat we nog jong zijn. Alle narigheid was echt vergeten. Gillende vrouwen op de weg is hier iets heel gewoons. Zomaar enkele stemmen die in brieven en dagboeken weer klinken uit het verleden van de plek waar wij vandaag verzameld zijn. Deze stemmen vormen een uitdaging en een opdracht. Hoe moeten wij anno 2019 het verhaal van Kamp Vught overbrengen op generaties voor wie de oorlog inmiddels 75 jaar geleden is? En is er wel één verhaal van Kamp Vught te vertellen? Er valt immers zoveel te zeggen over deze wereldachtige prikkeldraad die 7 seizoenen lang de gedachten en levens van tienduizenden heeft bepaald. 32.000 verhalen werden met elkaar verbonden tot één geheel. Belangrijk vinden wij ook dat hier niet alleen verhaald wordt van wat eens was, maar ook van wat kan worden en wat zou moeten zijn. We eindigen de rondgang dan ook met een inspirerende reis langs verhalen en vragen van morele moed en daadkracht. Toen en vooral ook nu. Immers, herdenken blijft nadenken. Wat zag u toen u een jaar of 20 was? U kwam hier binnen, u liep hier rond, het was koud, het was nat. Kunt u dat beschrijven? Ja, een grote ellende, ja. Verlatenheid. Als jongeman kwam ik uit een vertrouwde huiselijke omgeving, via daden, op een gemeentehuis gepleegd. In Vught terecht, nadat ik al Amersfoort achter de rug had en de koepel in Arnhem. En uiteindelijk belandde ik van hieruit in Duitsland.
En al dat heb ik al die jaren met me gedragen en uitgedragen. Overgebracht aan jongere mensen, te zorgen dat zoiets nooit meer zal gebeuren. Ja. En toen werd u 10 jaar oud in het kamp. Hoe ging dat? U heeft een versje daarbij. Ja. Vandaag wordt Tanneke 10 jaar. Dat is een reuzefeest voor haar. Ze hoeft geen baby meer te blijven en mag nu zelf ook brieven schrijven. Je mam zei me gisteren met een zucht, wat heb ik hier om tante te geven? Al het moois is in ons huis gebleven. Maar je bent al zo groot, hè, Tan, dat je dat best begrijpen kan. Ik wilde je ook graag iets geven en maakte dit daarom gauw even. Het is niet heel nieuw zoals je ziet, maar iets beters had ik niet. Dat was een schortje van 2 versleten rode zakdoeken. Mooi. Heel mooi. Wat heeft een kind van 10 jaar, eigenlijk zo oud als mevrouw Klaver was in die tijd, een kind van 10 jaar nu aan het verhaal wat op deze historische plek wordt verteld? Ik heb deze vraag ook gesteld aan mijn klas. En toen vroeg ik of kinderen dit verhaal nog moeten leren. En iedereen zei ja. En toen vroeg ik ook waarom. En toen zei één meisje die antwoordde en die zei, zodat we leren dat dit niet nog een keer kan gebeuren. Dus, mooi verhaal. Ja. Dank voor de toelichting ook. Ja, hartstikke fijn. Gaan we de volgende foto laten zien en dat is oom Henk. Ja, dat zegt de mensen allemaal niks hier. Maar wie is oom Henk? Oom Henk, de oudste broer van mijn vader. En dat was de hoofdbadmeester van de IJzeren Man. Een van de hele mooie gebaren die hij op het laatst, nadat het kamp ontruimd was, heeft gedaan, is naar de plek gegaan waar de schoten 's nachts vandaan kwamen. Waar dus de gevangenen uit de bunkergevangenis gefusilleerd zijn. Hij heeft daar een eik gekapt en een kruis van gemaakt. En die staat er nog tot op de dag van vandaag als herdenking. Dank voor de toelichting ook, mevrouw van der Pas. Graag gedaan. Dank u wel. Omdat er ooit een vrouw was die de wereld om zich heen zag. In de tijd van oorlog en van waanzin. En haar ogen niet kon sluiten. Voor geweld en onderdrukking. En het opnam voor het onrecht. En haar leven heeft gegeven in een ongelijk gevecht. Zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen, waarvoor wij willen leven. Ik ben vorig jaar hier geweest om het kindertransport in juni te herdenken. Dat maakte zo'n indruk op mij. Ik heb toen het kamp gezien en ook de plek waar de schoolklassen werden ontvangen. En de directie zei, wij willen meer ruimte om het verhaal te kunnen vertellen. En dat is mijn ambitie, dat is de ambitie van dit kabinet, het verhaal goed blijven vertellen. En waar kan je dat beter doen dan op de plek waar het gebeurd is? En miljoenak, waarom? Ja, het gaat eigenlijk niet zozeer om dat geld. Dat is nodig, want het moet allemaal geregeld worden. Nou ja, een miljoen. Nou ja, ik vind dat getal drukt nooit het belang uit. Nooit. Elke vernieuwing hier, weten we, leidt tot een verdubbeling van bezoekersaantallen van Brabantse en nationaal scholieren die hier mogen komen kijken. We hebben het net gehoord, we hoeven het helemaal niet uit. Dit soort verhalen, tot op de dag van vandaag, daar word je stil van en dan ga je van nadenken. Nou, alleen dat al lijkt me voldoende reden. Wat is de kracht van Nationaal Monument Kamp Vught, om zo'n plek te noemen? Ja, in aanvulling wat er hier eigenlijk al gezegd is, vind ik, volgens mij is het educatieve programma hier echt enorm sterk. En begreep ik net ook dat er echt ontzettend grote aantallen kinderen hierheen komen. Gaan we straks over praten ook. Kan ik me ook wel voorstellen, gezien het verhaal van Kamp Vught, dat kinderen zich heel erg goed kunnen, nou ja, toch relateren aan wat er hier gebeurd is. En tweede, wat ik volgens mij, wat heel speciaal is hier, is het enorme aantal vrijwilligers. Dus het aantal mensen wat betrokken is bij deze plek. En wat zich hiervoor. Ik kijk naar Jeroen vanuit de 100. Ja, ruim 100. Kijk eens, heel goed. VMBO Willem van Oranje Oud-Beierland, al 10 jaar hier. Waarom? Waarom zeker belangrijk is om de leerlingen een beeld te geven van wat er in deze kampen gebeurde. We kunnen nog zoveel lessen geven over de Tweede Wereldoorlog, over de Jodenvervolging. Maar dat slaat pas echt aan wanneer je hier echt een rondleiding hebt genoten. Nou, Daan, wat is jou bijgebleven? Mij is vooral bijgebleven dat de ovens die daar stonden echt uit die tijd kwamen. En ik vond vooral een lastig idee dat daar dus echt
ook de mensen hebben opgelegen. En het was vooral in die tijd een lastig idee, want er zaten veel christenen in het kamp. En dan was het een lastig idee voor hen om gecremeerd te worden. En dat vind ik vooral erg en dat is me ook heel erg bijgebleven. En het kindermonument, dat vond ik ook heel erg, ja. Indrukwekkend, hè? Ja. Ja, ja. Waarom kiest een docent burgerschap ervoor om hier rond te lopen? Hier. Nou, burgerschapvorming is voor studenten heel belangrijk, dat ze leren participeren en actief positief bijdrage leveren aan de samenleving. En daar zijn de kernwaarden gewoon heel simpel, solidariteit en verdraagzaamheid. En dat begint met het gesprek en het herinneren. Dat heeft raakvlakken ook met jouw vak, denk ik. Dat is heel actueel. Dat kiezen, is het een boef of is het geen boef, om het maar plat te zeggen. Ja, dat klopt. Welke raakvlakken heeft dat? Want niet elke boek heeft een kaf, zeg maar. Je moet ook mensen leren kennen. Want je kan wel zeggen, bijvoorbeeld, ik ben een crimineel, maar dat ben ik juist niet. Zo kan je... Ja, nee, duidelijk. Heel goed. En zo is het wel, dat is de buitenkant, hè? Daar gaat het over. Ja. Wat willen jullie als Nationaal Monument bereiken? Meer dingen, de plek inderdaad, het herdenken van wat hier gebeurd is. Maar ook zeker, wat Anouk ook net zelf aangaf, om ook dan het gesprek in de klas op gang te brengen. En ook die bewustwording te creëren. En zoals we ook zien, komen niet alleen leerlingen basisschool, maar echt van verschillende niveaus. Dus we willen ook dat onze educatieve programma's daarbij aansluiten. En daar dan in samenwerking ook met deze mooie nieuwe accommodatie. Hoop dat we daar nu ook weer een stap in kunnen zetten. Ja. Besloot om het voor hem op te nemen. En daarom zijn wij vrij. Vrij om te bewegen. Vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan. En vrij om hier te blijven. Vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven. Achter mij zie je Roosje Mozes. Ze komt uit Tilburg. Je ziet haar met een klein lachje. Mogelijk vroeg iemand of ze even wilde lachen voor de foto. Roosje was dol op vioolspelen. Die kon ze alleen niet meenemen hier naartoe. Misschien heeft ze dat wel gedaan, maar waarschijnlijk moest ze die gelijk inleveren. Ik hoop dat ondanks alle ellende het lachje van de foto soms terugkwam. Misschien wel als de liedjes die ze op haar viool speelde in haar hoofd neurde. Ik denk dat Roosje wel een beetje door had dat het hier niet helemaal goed zat. En dat ze daarom andere kinderen gerustgesteld en getroost heeft. In juni 1943 werd Roosje samen met 1295 andere kinderen naar Sobibor getransporteerd en vermoord. Als ze nog geleefd zou hebben, zou ik graag van haar liggen viool spelen. Dankjewel. Dit is Anna Gompers. Anna woonde in Tilburg. Ik woon in Vught. Dat is vlak bij elkaar. Ik zit nu op school, waar ik veel leer. Anna werd op een dag misschien wel uit de klas geplukt en hier naartoe gebracht. Zonder haar ouders. Ik hockey en speel met mijn vriendinnen. Maar dat kon Anna hier allemaal niet. Wat zal ze bang geweest zijn? En wat zal ze haar ouders gemist hebben? Op de foto achter mij zie ik een schattig, blij meisje. Een meisje voor de oorlog en een meisje dat gelukkig is. In juni 1943 werd Anna samen met 1295 andere kinderen naar Sobibor getransporteerd en vermoord. Als Anna nog geleefd zou hebben, had ik haar graag ontmoet en uitgenodigd in mijn klas. Dankjewel. We gaan naar het officiële moment, de opening van het vernieuwde herinneringscentrum. Dat zal zo dadelijk duidelijk worden. En in wat wij gaan doen, speelt een heel bijzonder voorwerp een plek. Het enige voorwerp wat nu nog mist in de expositie. En dat is een popje. En over dat popje wil ik u nu graag wat meer gaan vertellen. Een klein popje symboliseert de gevangenschap van Riek Snel in kamp Vught en haar verlangen naar vrijheid. Riek maakt voor haar geliefde Jo Elsendoorn dit popje met stukjes van haar kampkleding en andere materialen. Op het hoofd een plukje van haar eigen haar. Jo weet kamp Vught te ontvluchten, wordt weer gearresteerd, maar overleeft de gevangenissen en de kampen die volgen. Riek is waarschijnlijk op 19 februari 1945 vermoord. Eén van die 32.000 menselijke drama's verbonden met deze plek.
Maar het popje is voor ons vooral ook een symbool. Een symbool van verbinding, van hoop en van menselijkheid. Het vormt het sluitstuk voor de nieuwe vaste presentatie van Monument Kamp Vught, waarin het immers bovenal over mensen gaat. Mensen van toen, die ons nu nog heel veel te zeggen hebben. Majesteit, graag overhandig ik u zo dadelijk het popje van Riek, dat ons zal worden aangereikt door de kinderen van basisschool De Schalm die we zojuist hebben gehoord. En ik wil u verzoeken om het daarna op deze sokkel hier voor mij te willen plaatsen als symbool van voltooiing en een nieuw begin. Dank voor de uitleg, majesteit. Mag ik u vragen om naar voren te komen? Ik wil u één vraag stellen. Waarom vindt u het belangrijk? Ik heb goed nagedacht. Ik heb er één vraag uitgepikt. Waarom vindt u het belangrijk om hier vandaag te zijn? Vandaag, eigenlijk dit jaar, vanaf de herdenking van de Slag om de Schelde tot aan het moment dat we denken dat de Verenigde Naties zijn gesticht 75 jaar geleden, herdenken wij de bevrijding en vrijheid van Nederland, 75 jaar. 75 jaar lang kunnen wij leven en doen in vrijheid. Dat zijn hele loze, abstracte begrippen als je niet daar tegenover monumenten zoals dit hebt, om te zien wat het is als je geen vrijheid hebt. En dat is het grote belang van het hebben van monumenten zoals Nationaal Monument Kamp Vught. Waar we kunnen zien hoe meer dan 30.000 mensen alleen maar vanwege geaardheid, ras, geloof, anders denken of inderdaad verzet tegen de bezetter zijn opgesloten, vermoord, gemarteld of doorgevoerd. Of gewoon echt gevangen gezeten hebben en daarna weer kunnen doorvertellen wat er gebeurd is. Echt heel belangrijk dat wij blijven herdenken wat er gebeurd is, anders kunnen we niet begrijpen wat leven in vrijheid is. En daarom ben ik heel blij dat ik hier vandaag de heropening kan doen. Dank u, majesteit. En dan is hier het popje aangereikt door de basisschoolkinderen. Het zit in een prachtige conservatiedoos die ze altijd in musea gebruiken. Meneer Van den Einde, wilt u het popje aan majesteit geven? Dank u wel, majesteit. Meneer Van den Einde, mag ik verzoeken of u zijn majesteit wil meenemen op de eerste rondgang door de vernieuwde expositie. En er zullen ook een aantal mensen die staan al op volgen. Gaat uw gang en ik wens u een genoeglijke dag verder. Dank u wel. Dank u wel. Karel van Uschitski, Hanni Schaft, Victor Gara, Truus Menger, Rosa Parks, Kenza Oliva. De soldaten op het strand van Juno, Gold en Utah, door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan en vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven, vrij om weg te dromen naar kastelen in de lucht waar de vrouw.